Ik woon ongeveer vanaf mijn vijfde totdat wij ons gezin uiteengeslagen werd op de Jodenbeeststraat. Dus ik heb daar ongeveer 7 jaar heb ik daar van mijn kinderjaren geleefd. Mijn vader was een, zegt men, een hele goede koopman. En we hadden een prachtig huis op de Jodenbreestraat. Je moet je voorstellen, een kleine trottoir, een paardenwagen, een tram, aan de andere kant ook een paardenwagen. En dan weer een trottoir en een rij huizen. Dat was de Jodenbreestraat. Ik sta nu met mijn handen op mijn rug. Het is nu ook niet warm, maar vroeger was hier de oven van de bakkerij van Theeboom. Volgens mij alles wat ze aanveegden van oude krenten, rozijnen, meel, oud brood en zo. Daar maakten ze heerlijke broodjes van. En dit kostte 2,5 cent. Oh, dat was zo lekker. Heerlijk. Kan nooit meer krijgen. Nooit meer. Hadden we aan de andere kant, naast de Mozes en Aaronkerk, hadden we ook nog een bakker. En dat was Van Tijn. Die had een eigen snijmachine. Dus daar kon je een brood kopen en dan werd het gesneden voor je. En ik meende dat het 2 centen was, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, daar moest ik soms naartoe om een gesneden brood te halen. Mijn moeder heeft volgens mij nooit geweten dat er ook een voor- en een achterkant aan zat. Want ik haalde dan meestal de kapjes onderweg af op te eten. Achter ons is het een van de, niet één van de, het enige gebouw, zover ik weet, in deze buurt die nog een Joods jaartal heeft. Veerman, de poelier, heel bekende poelier, oom Philip en tante Rebecca, die woonde naast ons, dus dat zal op 17 geweest zijn, ja. Dan had je de schoenenwinkel van Kleinbergen, daar woonden wij boven. Naast de schoenenwinkel had je Vega. Vega was een nachtcafé, was roze geschilderd, niet te geloven, het was geen gezicht. Dat was Vega. Daarnaast had je de Amsterdamse Bank. En daarnaast had je het Tip Top Theater. Dan had je de Uilenburgersteeg, waar op zondag dus de markt begon. De zondagmarkt. Jodenhoek heette dat, dacht ik toen al. Helemaal tot achter, tot de Peperstraat. Was een en al markt. Het was een bezienswaardigheid. Het was echt, je kon over de hoofden kon je lopen. Dit is het beroemde badhuis op de hoek. Op woensdag moest ik naar het badhuis en op zaterdag moest ik naar het badhuis. Dan gaan we dus verder en dan krijgen we de 2 kippenhandels onder rabbinaal toezicht. Dat er dus een toezichthouder is die dus nauwlettend toeziet dat er volgens de Joodse wetten rabbinaal geslacht wordt. Het stond op de raam ORT onder rabbinaal toezicht. Dan had je nog een grote zaak, een vleeshouwerij. Moet je mij horen, vleeshouwerij, zo heette dat vroeger. Van Keizer, die zat dus naast, ik meen naast Joachimstal. Die was volgens mij ook onder rabbinaal toezicht. Het was een zeer welvarende straat. Je kon alles kopen in de Jodenbeeststraat. Het was een hele levendige straat. Hele kleine, goede middenstanders die heel hard moesten werken en toch wel iets opgebouwd hadden in de loop der jaren. Vooral in, tussen de jaren 30 en 40. Ondanks dat er ja, een crisis was, werd daar toch behoorlijk goede zaken gedaan. Overwegend waren het wel de Joodse bevolking. Dat wil dus niet zeggen dat in de Joodse buurt voornamelijk en alleen Joden wonen. Er wordt mij wel eens meer gevraagd, was er een ghetto? Nee, oh, absoluut niet. Ik meen dat het ongeveer 60-65% Joods was en de rest was niet Joods. Daar was de kruidenier van dit gedeelte van de Jodenbeeststraat. Er waren wel meer kruideniers, we zaten weer aan de andere kant. De familie Rimini zat daarin en die hebben de oorlog overleefd. Linksachter toonbank in een L-vorm en er stond dus een vaatje, een echte houten vaatje met een spatel erin en dan kwam hier dus een ons of 2 ons, 1,5 ons roomboter aan. Dat was een heerlijke lucht. Hier is dus de Houtkopersdwarsstraat. Niemand noemde dit de Houtkopersdwarsstraat.
Dit was de vissteeg. Hier stond dus zogenaamde brutale koba. En daarnaast die verkochte karootje. Karootje is rode kool in de wijnazijn. Dat is echt heel erg lekker. Kostte 2,5 cent. Het sneed ze waar je bij was af. En dan, nou ja, ik heb het nooit meer. Karootje heette dat. En soms dan riep ze het ook. Karootje, waai, waai. Oh, dat was, ja, karootje, waai, waai. Dat was de uitdrukking. Tenminste, dat riep ze dan. Hier precies tegenover waar ik dus hier sta. Daar woonde ik, op nummer 19. Ja. Ik ben het laatst in mijn huis geweest met mijn moeder in 1943. Toen was ons hele huis al leeg. Dat wil zeggen, wij woonden twee hoog. Mevrouw Mok was er niet meer, dus onze huisbaas. Boven de mensen waren weg. Mijn vader was al weggehaald, mijn zusjes, alles was weg. En mijn moeder en ik waren alleen. En die straat, ja, volgens mij reed er ook geen tram meer, toen al niet. Ja, er waren bijna geen winkels meer open. Ik, omdat er geen Joodse winkeliers meer waren, die waren allemaal weg. Ik kan me herinneren dat ik voor de eerste keer weer in Amsterdam kwam. En ja, er stonden alleen nog twee stenen pilaatjes en de rest was, het hele huis was weg. Puinhopen, er waren gewoon puinhopen. En er waren nog wel huizen die overeind stonden, maar aan onze kant heel weinig. Wanneer ik daar loop, zie ik toch alleen maar de huizen uit mijn kind zijn. Ziekelijk misschien, maar het is echt zo. Misschien wil ik het niet zien. Het is gewoon een arme buurt geworden. Eens zo rijk. Ja, er is niks meer van over.